Goedemiddag, daar ben ik weer, ZeldaPlay20, terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Pokémon Crystal. In de vorige aflevering hebben we 2 gym badges weer verslagen, waardoor dat er nog maar 1 gym badge is. Wij verslaan echt constant gym badges, ik weet ook, gymleiders. Maar we hebben er dus nog eentje te gaan en we hebben ze allemaal uitgelachen. De aankomende, die we nu gaan doen, is geen lachetje. Ik heb Carl nog eventjes een paar keer getraind in tussen de dagen door. Dit wordt trouwens opgenomen, dat vinden jullie altijd leuk om te weten. Dit wordt opgenomen op een zondag om 4:44. De reden waarom dat ik dit op zondag opneem is omdat, ja, morgen heb ik niet heel veel tijd. Dus dan hoop ik hem al bewerkt te hebben, zodat ik hem gelijk kan uploaden. Voor de rest, ja, omdat ik Carl dus een paar keer heb verslagen. Fireflame, die heeft daardoor een leveltje gekregen. En that's about it. Nou, heb ik Bolt voor aangezet. En jullie zullen wel snel zien waarom. Eventjes leuk om te weten, hier zitten geen trainers, het is alleen maar blauw, dus blue. I'm blue, bla 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 bla. Natuurlijk zeven we weer eerst van tevoren en dan gaan we maar eens beginnen met blue. Hey yo, finally got here, huh? I wasn't in the mood at Cinnabar, but now I'm ready to battle you. You're telling me you conquered all the gyms in Johto. Johto gyms must be pretty pathetic then. Hey, don't worry about it. I'll know if you're good or not by battling you right now. Ready, Johto champ? Oké, dus dit is Blue. Blue die heeft extreem sterkere Pokémon. Met die gyms die we hebben gezien. Dit is gewoon gevaarlijk. Hij gaat beginnen met de Pidgeot. Pidgeot is op level 56 met aanvallen Quick Attack, Whirlwind, Wing Attack en Mirror Move. Daarom wou ik Bolt voor aanzetten. Level 56, zo de ju. Goed, we gaan dus beginnen met de Thunder. En nou hoop ik juist... Ik weet dat Thunder niet accurate is, maar dat is een beetje de challenge die ik hierin gebruik. En ja, daarom ben ik eigenlijk best wel blij dat ik Bolt bij me heb. En one hit, KO critical hit, oké. Pidgeot was gelukkig geen probleem. Normaal gesproken kan ik best wel een probleem geven, dus... Oké, nou, de volgende die we dus gaan krijgen is Rhydon. Rhydon, natuurlijk dat hij die kiest. En daar gaan wij onze kinkyheid voor inzetten. Rhydon, die heb ik hier staan op level 56. Ook nog eens een keer met aanvallen. Fury Attack, Sandstorm, Rock Slide en Earthquake. Ik ga geen pretje... Ik ga het niet prettig vinden als hij Sandstorm gaat doen. Sandstorm zal al mijn Pokémon, met uitzondering van kinkyheid, elke keer schade doen. Aangezien dat, ja, het doet geen schade aan grondtypes en steentypes. Dus, maar goed, wij openen met een Surf. We zijn sneller dan een Rhydon. Want ja, Rhydon is nogal traag. Maar die kan behoorlijk sterke klappen uitgeven. Dus daar willen we zeker voor uitkijken. Ja, ik heb dit is spannend. Dit is leuk. Ik bedoel, dit is een uitdaging. Dit is echt een gym waarvan je zegt van, oeh, dit kan gevaarlijk worden. Ook al doen we nou one-hit KO op alles. Maar dat maakt niet uit. Oké, zijn volgende Pokémon. Zoals je ziet, hij heeft een grote variatie. Executor, gras, psychisch type. Ja. Ik denk dat ik daar de gok op ga nemen dat ik Zeritand in ga zetten. Al zou dat niet slim zijn. Aangezien Executor komt met de aanvallen. Oh, maakt niet trouwens zoveel uit. Hij komt namelijk met de aanval op level 58 met Sunny Day, Leech Seed, Egg Bomb en Soul Beam. Dus hij heeft geen psychische aanvallen. Dus Crobat kunnen we hier wel gewoon tegen gebruiken. Zijn idee zou in ons voordeel kunnen werken als we zeg maar Fireflame in de hadden gezet. Maar ik denk dat deze experience best wel mag gaan naar onze Crobat. Ik bedoel, Crobat heeft niet echt veel screenstijd gehad. Dus ik had eigenlijk gehoopt dat hij... Als hij dit overleeft en hij doet Solar Beam lachen, want dan ga ik gewoon weer vliegen en dan mist hij hem. Haha. Oké. Okay. 90% Eggbom. Oké. Ik altijd een groot... Ik vind dat een leuke animatie. Ik weet ook niet waarom. En... Oeh, dat doet veel schade. Oh, maar critical. Daar ben ik het niet mee eens. Daar heb ik problemen mee. Daar heb ik geen toestemming voor gegeven. Oké, nou, hij doet nog een keer Eggdom. Dat mist. Full Restore. Ah, begint die onzin nou al? Blue, ik had beter van je verwacht. Maar ja, het voordeel is, we krijgen dus een vrije aanval. Dus wij vliegen gewoon weer de lucht in. Als hij nou weer... Oké, ik wil zeggen, als hij nou weer een Full Restore gaat gebruiken, dan dacht ik bij mijn eigen van, ja, zo kun je wel uren door blijven gaan totdat je Full Restores op zijn. Dus dat schiet niet echt op. Dus dan wordt een hele saaie, langdradige battle. Maar goed, Executor is dus verslagen. We krijgen behoorlijk veel experience daarvan. En we hebben al... We zitten al op de helft van zijn team. Dus dat gaat alleen maar goed. Oké, Alakazam. Oeh, nou eigenlijk hebben we Midna bij ons. Alakazam, die komt op level 54 met aanvallen, disable, recover, psychic en reflect.
Dus de enige manier waarop dat hij ons kan aanvallen is helemaal niet. Dus het enige wat ik kan doen is Reflect, Disable en Recover. Dus dit kan nog eigenlijk best wel gaan duren. Ik ga gewoon Shadow Ball gebruiken. Dan hoop ik zeg maar dat ik zijn special defense een beetje omlaag kan gooien. Want hij doet zijn defense dus upgraden. Maar ik hoop dat ik zijn special defense een beetje omlaag kan krijgen. Dus effectief. Special defense fel, nice. En Quick Claw is geactiveerd. Nog een keer special defense? Nee, helaas. Oké, dan denk ik tot Faint Attack of Bite. Dan ga ik Faint Attack doen. Ik was wel bang dat jij Recover zou gaan gebruiken. Jij bent een Recover Mut. Maar ja, aan de andere kant, ik ben niet bang voor jou aanvallen. Want jij kan mij totaal niet aanvallen. Je kan me nog niet eens raken. Als een aanvaller die kan, hij heeft maar één aanval. Dat is psychisch. En dat is niet effectief tegen, ja, Dark-type Pokémon. Dus het enige wat hij nou gaat doen is gewoon non-stop Recover gebruiken. En je ziet dus dat we hem dus elke keer maar heel weinig HP schade doen. Als hij elke keer Recover zou gaan gebruiken. Of hij moet een keer Reflect gaan gebruiken of... Ja. Zeker dan weer een kop. Maakt niet uit. We zijn in ieder geval eerder. Hij is klaar. Laten we het daarop houden. Hij is finito. Uitgeschakeld. Oké. Nou, dan krijgt ze een experience. Woep. Oké. Dan gaan we naar zijn volgende Pokémon. Dat is Gyarados. Ik denk dat ik daar het beste bot tegen in kan zetten. Aangezien dat het water vliegtype is. Gyarados op level 58 met aanvallen. Fury Attack, Sandstorm, Rock Slide en Earthquake. Dus... Dit kan gevaarlijk worden. Als hij één keer Earthquake doet, dan. Thunder. Oké, wij raken hem. Gelukkig. Nou, Pidgeot ging in één klap graag. Dan gaat hij er zeker aan, want dit is vier keer zijn weakness. Ik vind het wel een rare moveset eigenlijk voor... Ja. Ik bedoel, geen één wateraanval. Geen één vliegaanval. Het was alleen maar, ja, een grondaanval en een steenaanval. Dus dat was niet echt bij hem. Maar goed. Bolt gaat dus naar level 50 toe. Daar zijn we heel erg blij om. En dan gaan we naar zijn laatste Pokémon. Zijn laatste Pokémon is Arcanine. Die is zeker geen grapje. En nou dacht ik dat... Nee, zeg ik dan. Die heeft... Dan gaan we dus naar Kinky uit. Arcanine die komt op level 58 met aanvallen. Roar, Swift, Flamethrower en Extreme Speed. Deze die is behoorlijk sterk. Daar moeten we zeker voor uitkijken. Dit is echt geen Pokémon om mee te dollen. Maar ik hoop dat Surf genoeg gaat doen naar Flamethrower. Denk je dat ik stoer ben niet? Krijgen wij onze surfanimatie? En wat ik dus heel erg gaaf vind van deze trainer is... Hij heeft zoveel verschillende types. Je moet dus echt... Dit is echt een gevecht van... Je moet hier... Hij overleeft surf nog eens een keer zelfs. Je moet echt gewoon een multiteam hebben om hem te kunnen verslaan. Want ik zie dus hier, hij heeft dus een vliegtype... Ja, het is not very effective. Gaan we verder. Hij heeft een vliegtype, een psychisch type, een steengrondtype, een vliegwatertype, een graspsychisch type en een vuurtype. Dat zijn heel veel verschillende types. Dat ben je gewoon nog niet tegengekomen. In de oorspronkelijke Red and Blue, daar was het een grondtype trainer. Dat was het Giovanni, wat eigenlijk best wel een hele leuke twist was. Maar goed, Kinkyhead is dus ook naar level 50. En Blue is verslagen. What? How the heck did I lose to you? Alright, here, take this. It's the Earth Badge. Nee, niet die. Weer de T. Die halen we er weer uit. Dus we krijgen een heleboel geld dankzij die Amulet Cone. And we received Earth Badge. Ja, ik heb die grap al in de vorige aflevering gedaan. Alright, I was wrong. You're the real deal. You are a good trainer. But I'm going to beat you someday. Don't you forget it. Nou moet ik zeggen dat ons team dus onder... Die was zo zwaar onderleveld. En ondanks dat ons team underleveld is, hebben wij hem gewoon verslagen. En daar ben ik blij om. Nou zitten we dus nu al ongeveer op 9 minuten in deze aflevering. En nou is er nog even één dingetje wat ik wil gaan doen. Wat we als eerste willen doen is, we willen heel eventjes langs... ik kom wel even healen, maar daar heb ik nog geen zin in. We willen eerst heel eventjes langs Professor Oak, want die had iets voor ons op het moment dat wij 8 badges hadden. Dus laten we eens heel eventjes naar Professor Oak gaan. That's preposterous. You can't have 8 badges. Okay. No. Hi. Ha! Wow. That's excellent, Zelda player. You collected the badges of gyms in Kanto. Well done. I was right in my assessment. Assessment? Whatever. Of you. Tell you what, Stefan. I'll make an arrangement so that you can go to Mount Silver. Mount Silver is a big mountain that is home to many wild Pokemon. It is too dangerous to go alone. So, for your adventures, take this! Okay.
for your average trainer, so it's off limits. But we can make an exception in your case, Stefan. Go up to the Indigo Plateau. You can reach Mount Silver from there. How is your Pokédex coming? Oh, echt serieus? Hou je mel over mijn Pokédex? Ik ben het beu. Je zit alleen maar te zeuren over mijn Pokédex. En daar word ik echt heel erg misselijk van. Maar goed, we kunnen dus naar Mount Silver. En dat is het laatste gebied van... waar we dus nog naartoe zouden kunnen. Maar er is nog één ding wat ik gemist heb. En dat wil ik toch heel eventjes eerst gaan doen. Dus waar we naartoe willen is... we willen heel eventjes naar Celadon City. En als ik me niet vergis... is hier een gozer waar we mee willen praten. Dus ik ga hem heel eventjes zoeken. En dan ben ik zo bij jullie terug. Oké, dit is de gozer waar we tegen willen praten. Dat is Eugene. Die gast die dus non-stop over Suicune aan het praten was. Hi. I'm back visiting from my hometown. It's been quite a while. Oh, by the way, Stefan. Have you caught the legendary Pokémon Raikou and Entei? Oké. If you catch even one, I hope that you'll inform me. I'm counting on you, Stefan. Moet ik nou eerst achter Entei aan? Nee, toch zeker? Ik ben zo terug. Oké, dus blijkbaar voor wat ik wou gaan doen, hebben we dus eerst zeg maar bij de legendarische honden nodig. Nou ben ik in de vorige aflevering niet echt duidelijk geweest over hoe dat werkt met de legendarische honden. Dus hier komt eventjes een korte uitleg over de legendarische hamsters. Ik zei honden, maar laten we het op hamsters houden. Entei en Raikou zijn de enigste die dus willekeurig door je map heen gaan. Nou, het is op dit moment al 4:15 en als we dus gaan kijken over onze map heen... die kunnen dus zeg maar op elke route terechtkomen die we dus hier staan. Ze zullen niet in caves komen, maar ze kunnen dus op elke route verschijnen waar dat je dus zeg maar wilde Pokémon kan vangen in het gras. Nogmaals niet in caves. Goed, nou is het voordeel, kom je er dus eentje tegen met Raikou bijvoorbeeld, heb ik de tactiek gebruikt om een onder de level 40 Pokémon te gaan gebruiken. En om hem zomaar tegen te gaan komen. Nou, toen ben ik hem ook inderdaad tegengekomen, dus dan gaan we helemaal naar beneden met Pokédex. 5 jaar later. Oké, nou hebben we hier dus zeg maar, zien we dus hier nog één streepje. Nou, daar hoort Entei dus te staan. Hier hebben we Raikou. Nou, dan kun je dus zeg maar op area drukken. En dan, ja, nou staat er dan helemaal niks aangezien dat, ja, hij bestaat niet meer. Maar dan zie je dus ergens, zeg maar, een icoontje knipperen waar Raikou zich zou bevinden. Nou, Raikou hebben we al gevangen, dus vandaar dat er geen icoontje is. Entei zijn we nog niet tegengekomen, dus het nadeel met Entei is, we moeten hem eerst tegenkomen voordat we dat icoontje gaan krijgen. Nou ga ik een andere tactiek gebruiken, want Repel, het heeft me meer dan een uur gekost om gewoon alleen Raikou al tegen te komen. Daarna heeft het me nog een keer een half uur gekost om hem te trekken en voor op de camera te laten zien. Dus wat ik nou ga doen is, ik ga gewoon offscreen op zoek naar Raikou en hopelijk dat we hem snel zullen vinden. Dus ik zie jullie zo. Wow. Eindelijk. Eindelijk. Ik begon gewoon bijna te twijfelen of u überhaupt nog wel in dit spel zat. Ik heb gewoon de repeltruc weer gebruikt. En nou ben ik 20 minuten bezig geweest. Goed. Voordat ik een aanval ga doen. Dit is Entei. Entei die is behoorlijk sterk met zijn vuuraanvallen. En... ja. Dit kan nogal vervelend gaan worden. Ik denk dat ik begin met een... daar was ik al bang voor. Goed, maar goed, dat maakt niet uit. We zijn hem nu tegengekomen. Nou kan ik laten zien wat ik dus bedoelde. Op het moment dat je hem tegen bent gekomen, komt hij dus zeg maar in je Pokédex. En als je dan op area drukt, dan kun je dus precies zien waar dat hij uithangt. In dit geval, route 29? Ja, dat is route 29. Dus nou ga ik er de hele tijd achteraan en ga ik hem maar proberen zeg maar weer tegen te komen. Dus ik zie jullie op het moment dat ik hem tegen ben gekomen. Tot zo. Oké, nou echt, ik weet het gewoon niet meer. De beest wil gewoon niet gevangen worden door me. Ik zal jullie laten, ik ben al bijna 2 uur met part 1 gewoon, met 1 aflevering, ben ik dit aan het opnemen. En ik ben hem eindelijk 1 keer tegengekomen. Tot nu toe ben ik hem nog niet meer tegengekomen. Ik zal jullie laten zien een beetje van mijn ellende waar ik hier doorheen aan het gaan ben in de afgelopen 1,5 uur. Ik selecteer mijn Pokédex en kijk waar dat Raikou Entei uithangt. Dan druk
vinkje op Area en dan zie je dat hij dus nu daar zit. Ik zit hier. Nou is het het grappige en ik zal het wel eventjes op de map laten zien. Dit is wat ik de hele tijd gedaan heb. Ik heb een paar keer naar hem toe gelopen. En voornamelijk in deze drie routes. Je hebt hier route 37, route 36 en route 35. Via deze route kun je naar alle drie de plekken komen. Op het moment dat ik hier de hele tijd op en neer aan het lopen was, verscheen hij alleen maar... Hier. Nou, niet daar, maar goed. Daar. En waar dat hij nu zit. Ja, niet in Mount Mortar, maar route 42. Op het moment dat ik hier ga zoeken tussen deze twee routes, verschenen die non-stop hier en hier. Dus waar ik ook blijf zoeken en als ik hem achterna ga, ben ik hem ook elke keer kwijt. Dus nou zit hij weer daar en nou weet ik dat als ik naar beneden toe ga, tot hij daar verschijnt. En dan weet ik dat als ik daar naartoe ga, dat hij daar verschijnt. En dan zal ik jullie ook laten zien ook. Jullie kunnen gewoon horen hoe gefrustreerd ik gewoon op dit moment ben. Ik ga voor de grap deze route op en let op wat er gebeurt. Tada! Hij komt niet één stapje verder, maar hij skipt gewoon gelijk twee stappen verder. Nou denken jullie bij haar van, nou weet je wat je dan zou kunnen doen? Rijd er gewoon naartoe. Nou komt het leuke, nou rij ik er naartoe. Speciaal voor jullie, ik doe dit al een uur lang, dus dan laat ik jullie gewoon eventjes mijn leed zien. Op het moment dat je de route swapt, check je Pokédex maar, hij staat er ergens anders. Op de plek waar we net waren. Nu wel. En dan komt het leuke. Dan draai je om. Kom weer terug op route 38 voordat hij zit. Area. En dan zit hij daaronder waar ik al uren zit te zoeken. Dit gaat gewoon al zo een uur lang. En dan denken jullie van, ja, maar dan kun je hem toch predicten? Nee, want op het moment dat ik hem predikte en naar links toe ging, heeft hij twee sprongen gemaakt. Hij kan namelijk als een pion 1 of 2 gooien. En nadat ik hier ben, tada, zit hij in één keer daar tussen route, weet ik het allemaal nog meer. Het interesseert me niet. Laat ik het zo gaan zeggen, ik ga niet opgeven, ik probeer NT toch te vangen. Om zeg maar bij wat ik wou doen in deze aflevering, wat me dus keihard hard door de neus geboord is. Dus wat ik ga doen is... Ah, random encounter. Nou, maar hij is weg. Hij is weg. Kan niet anders. Hij is weg. Nee, hij zit nog... Oké. Maar hij zou niet op... Er zit hier geen gras. Er zit hier nergens geen gras. Of zit hier wel ergens gras? Zover ik weet niet. Zit hier gras? Ondergras? Nee. Oh, daar is het gras. Oké. Zit hij er nog? Wie zegt me dat hij er nog zit? Zit hij nog steeds? Hier zit gras. Yes! Hoi. Waarom al die random encounters? Tada! Finally! Oké. No screw-ups. Helemaal grap met jou. Wij hebben nu ruzie. En niet zo zuinig ook niet. Miluk. You can't escape now. Lekker voor je. Dan moeten we dus uit gaan kijken, want hij kent dus een aanval genaamd Roar. Roar is niet fijn. Roar zorgt ervoor dat hij alsnog weg kan rennen. Dus ik doe voorzichtig een wing attack. Kijk hoe schade dat dat doet. Minder dan 11. Nee! Ah.
Poging 2. Oh, ik word gek van de beest. Oké, als het goed is, heeft hij zijn damage nog. Juist. Dan wil ik namelijk nog uitleggen. Op het moment dat je hem schade hebt gedaan, Milouk. Op het moment dat je hem schade hebt gedaan, blijft zijn schade. Dus. Oké, okay, Fire Spin. Maakt niet uit. Oké, okay, ik durf nog wel één keer Wing Attack te doen, denk ik. Geen critical. Phew. Oké, we kunnen ballen gaan gooien. We kunnen gewoon een bal gooien. Het interesseert me. I don't care. We gaan een Pokémon gooien. Ultrabal. Ik ga je nog niet eens het ophagen. Oké, Ultrabal. 1. Geen rol. Ja, dat weet je wel. Poging 3. Ik haat jou. Oké, hij heeft bijna geen HP meer. Ik heb Bolt even vooraan gezet, zodat wij dus een Thunderwever op kunnen doen. Waardoor dat hij ook nog eens een keer verlamd is. En nou ben ik bang. Ja hoor. Maar dat maakt niet uit, hij is nou verlamd. Dus nou kunnen we Crobat weer vooraan zetten om Milouk te gebruiken. En ja, ik denk dat ik heel eventjes ook eerst naar het Pokémon Center toe ga. Ik moet zeggen, ik heb één opoffering moeten doen. Toen ik op zoek was weer naar Entei, kwam ik dus... Toen ik op zoek was naar Entei, kwam ik dus erop... Ja, ik zal dat via de Pokécare even laten zien. Ja, we zijn al heel erg lang bezig, dat weten we ondertussen wel. Toen was Entei, die was, stond hier op route 34. Ik daarentegen stond op route 36. Dus toen dacht ik heel erg logisch na... dat hij op route 34 zou kunnen verschijnen. Nou, of 35. Nou is dus een manier om van route 36 naar route 35 te komen zonder de National Park. Zonder dat je Cut hoeft te gebruiken. Nou dacht ik van misschien dat hij wel jumpt naar route 36. Nou was hij dus op route 35 op het moment dat ik ook op route 35 was. Via deze boom. Dat is het enigste wat er tegen stond. En ik had geen Pokémon met Cut bij me. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb Midna toch maar even Cut geleerd. En ja, die aanval die heb ik dus zeg maar... Ik heb Quick Attack weggehaald voor Cut. Aangezien dat we Quick Attack niet meer zouden gaan gebruiken. Maar goed, op weer verder naar Entei-jacht. Thank you. 10 willekeurige encounters gehad. En nog kom je hem daar niet tegen. En hij is niet meer paralyzed. Oké, dat trucje werkt dus niet. Goed. Dan is het enige wat we kunnen doen. Milouk. En balletjes gooien. En hopen dat hij geen roar doet. Dat is het enige waar we op kunnen hopen. Nou, hij doet in ieder geval op dit moment Ember. Dus we kunnen weer een balletje gooien. Ah, blijf alsjeblieft in de bal zitten. Alsjeblieft. Ik bedoel, je bent niet zo snel als Raikou. Daarom heb ik op Raikou gewoon de masterbal gebruikt. Had ik er maar 2. 1. Screw you, Entei. Fuck you. Oké, jongens. Ik heb echt... Ik ben helemaal uit de tijd nou. Ik ben 3 uur bezig geweest met opnemen. En hij zat net op deze route. En ik ben 5 encounters tegengekomen. Gewoon willekeurige Pokémon encounters. En zelfs daar zat hij niet tussen. Dus wat ik ga doen is, ik ga jullie danken voor het kijken. Heb je een leukste momentje, laat het natuurlijk weten in de reacties. En morgen ga ik verder met NT-jacht. En waarschijnlijk waar we dan verder mee naartoe wouden gaan. Vergeet niet, het is de laatste week dat we, ja, Pokémon hebben. Dus het einde is in zicht. Ik dank jullie sowieso voor het support. En laten we maar hopen dat we morgen NT vangen. Bedankt voor het kijken. En tot dan. Dit was Zelda Play 20. En tot ziens maar weer. Doei!